Welkom bij het eerste open webinar. Mijn naam is Bart Brandenburg. Ik word straks bij het beantwoorden van de vragen bijgestaan door Mariette Willems. En ik wil nu graag eerst in een minuutje of 10 de basisprincipes van het open programma aan jullie uitleggen. Ik doe dat aan de hand van deze PowerPoint presentatie. Open staat voor online patiënteninzage in de eerste lijn zorg in Nederland. En wij zijn een programma op initiatief van de Landelijke Huisartsvereniging, het Nederlands Huisartsgenootschap en INEEN. En het doel van Open is om ervoor te zorgen dat alle huisartsen van Nederland straks in staat zijn om op een veilige manier de gegevens uit het HIS of uit het HEPD ter beschikking te stellen aan alle patiënten in Nederland die daar gebruik van willen maken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk geen doel, althans het is wel het doel van Open, maar het is eigenlijk een middel naar een hoger doel. En het hogere doel is om het laten ontstaan van een positie van meer gelijkwaardigheid, betere gelijkwaardigheid tussen patiënten en zorgverleners. Waardoor die patiënten in staat zijn om wat meer de eigen regie te nemen. En aan de kant van de zorgverleners vergt dat wat meer openheid, wat meer inzage in hun werkwijze. Vandaar ook de naam van ons programma, Open. Want we weten dat als je meer zicht hebt en een betere informatiepositie van de patiënt, dat dat leidt tot meer grip op je gezondheid. Want je zult maar buschauffeur zijn en erachter komen dat je diabetes hebt. En vervolgens niet begrijpen waarom je af en toe zo bibberig achter het stuur zit, omdat je een hypo hebt. Als je daar wat meer inzicht hebt, dan kom je erachter dat je toch gewoon je werk kan blijven doen. Of als je zelf ziek bent of je kind is ziek, is het ook heel fijn als je wat meer informatie hebt over wat je zelf kunt doen en wanneer je echt hulp nodig hebt. En het zijn niet alleen patiënten die dat belangrijk vinden, maar huisartsen vinden dat in toenemende mate ook belangrijk. Open kiest voor een regionale aanpak en praktische ondersteuning. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste uitgangspunten van ons programma. En in het publiek zitten vandaag vooral mensen die vanuit de regio's hebben ingeschreven. Dus vandaar dat ik ook die regionale aanpak even wat verder wil uitleggen. En waarom hebben we nu voor regio's gekozen? Dat is eigenlijk onder het motto maatwerk met voldoende schaalgrootte. We denken dat het inmiddels de dingen die je moet regelen voor een programma is open, dat die toch best wel ingewikkeld zijn om als individuele huisarts allemaal te gaan doen. Dus vandaar een regio waarvan we denken dat er dat je voor minstens 100.000 patiënten zorg moet verlenen in je samenwerkingsverband. Maar we vinden het ook belangrijk dat huisartsen daar in de lead zijn. En het maatwerk bestaat eruit dat we naast de verplichte basismodule ook keuzemodules per regio hebben. Omdat we weten dat er in de verschillende regio's op heel verschillende manieren met de elektronische inzage in het dossier wordt omgegaan. Dus we willen graag daarop in kunnen spelen en de regio's laten kiezen voor welke keuzemodule ze gaan. En praktische ondersteuning, dat betekent vooral dat we zorgen dat de noodzakelijke ICT door de leveranciers wordt georganiseerd en opgeleverd. En we willen helpen bij het implementeren. We bieden materiaal voor scholing. We zorgen voor communicatiemateriaal, zowel voor patiënten als voor de zorgverleners. En niet onbelangrijk, Open bestaat voor een groot deel uit een financiële tegemoetkoming, juist voor de regio's en voor de praktijken, dus voor de zorgverleners. Open is een programma wat in samenwerking, in samenhang werkt met een aantal andere programma's en een heel belangrijk daarbij is Met Mij. Met Mij gaat ervoor zorgen dat alle inwoners van Nederland straks kunnen beschikken over een zogenaamde persoonlijke gezondheidsomgeving. En wij gaan ervoor zorgen, Open gaat ervoor zorgen dat in die persoonlijke gezondheidsomgeving de gegevens vanuit de huisarts kunnen worden opgenomen door de patiënt. Dat doen we samen met mij en daar hebben we met mij hebben we afspraken over gemaakt. Want het gaat daarbij natuurlijk om interoperabiliteit, dat je die gegevens op een goede en makkelijke manier kunt uitwisselen. En die afspraken die hebben we vastgelegd en daar hebben we elkaar een hand op gegeven. En sinds die tijd hangt er in het Met Mij kantoor in Utrecht ook een open bordje als teken van de goede samenwerking tussen de twee organisaties. En Open is ook lid van een grotere familie. Wij zijn een van de leden van de VIP-familie. VIP, de letters VIPP, betekenen versnellingsprogramma informatieuitwisseling tussen patiënt en professional. Nou, VIP-ziekenhuizen, hebben jullie vast wel eens van gehoord.
Maar er is ook een VIP voor de geboortezorg, die heet Baby Connect. De GGZ heeft een eigen VIP. De langdurige zorg heeft inmiddels ook een VIP-programma dat Inzicht heet. En dan is er open en dan komen er nog een paar. En dat doen we eigenlijk allemaal met als doel dat straks patiënten die gebruik maken van een met mij persoonlijke gezondheidsomgeving, dat die op allerlei plekken hun gegevens kunnen ophalen op een veilige en betrouwbare manier. Nou, dat is best een ingewikkeld samenwerkingsstelsel. Vandaar ook dit ingewikkelde plaatje, waarvan ik niet verwacht dat jullie dat helemaal tot in detail gaan bestuderen. Maar wat ik wilde aangeven met dit plaatje is dat we vanuit Utrecht met een man of 5, 6, een klein slagvaardig programmabureau contact hebben met al die andere programma's. Maar ook met de koepels die onze opdrachtgevers zijn. Met de financiers, dus met zorgverzekeraars en VWS. Met de gebruikers van ICT-systemen die we op dit moment aan het verenigen zijn in een nieuwe stichting, de Stichting Legio. Met de leveranciers, maar het allerbelangrijkste is wat er onder de stippenlijn gebeurt. Dat zijn de 100 regio's, de regionale coalities, met daarin verenigd de ongeveer 5000 huisartspraktijken van Nederland en de inwoners van Nederland, de zorggebruikers. Nou, als je zo'n ingewikkeld programma en zo'n ingewikkeld plaatje wil uitleggen, dan is het altijd handig om dat even op te knippen. En dat ga ik nu doen in het laatste stukje van deze presentatie. Wil ik graag even de 4 onderdelen van het open programma met jullie doornemen. Als eerste, het open programmabureau. Wij zijn op 1 januari 2019 gestart, hier in de Domus Medica in Utrecht. We hebben 2 kamers, maar veel belangrijker dan die kamers is natuurlijk, zijn natuurlijk de mensen die in die kamers werken. We hebben inmiddels een team van een man of 7. En we worden daarin bijgestaan door een aantal bureaumedewerkers van LAV, NAG en IN1. En het programmabureau heeft eigenlijk 2 belangrijke taken. En dat is dat we gaan organiseren en ondersteunen. De praktische hulp die ik net al noemde. Maar dat we als tweede belangrijke taak willen we ook meten en bijsturen. Want Open heeft een omvangrijk budget toegewezen gekregen in de onderhandelingen over het hoofdlijnenakkoord. Een budget van 75 miljoen euro. En we kunnen het ons natuurlijk niet veroorloven om dat geld uit te geven zonder dat we laten zien wat het oplevert. Dat doen we op 3 manieren. We houden een zogenaamde Open Monitor bij. Dat is eigenlijk een kaart van Nederland waarop we langzaamaan steeds meer regio's gaan inkleuren. En ook met getallen willen laten zien wat er dan in die regio's gebeurt, hoeveel huisartsen inmiddels hun dossiers ter beschikking stellen en hoeveel patiënten daar gebruik van maken. De tweede activiteit is dat we aan een aantal kennisinstellingen vragen: willen jullie ook wetenschappelijk met ons meekijken wat er gebeurt? En de derde activiteit op het gebied van meten en bijsturen is een maatschappelijke business case, ook wel SROI genoemd, Social Return on Investment. We denken namelijk dat die 75 miljoen niet alleen als kosten moeten worden gezien, maar dat daar ook baat tegenover staan. En we denken zelfs dat de opbrengsten van een programma als Open uiteindelijk veel groter zijn dan de kosten. En dat willen we graag inzichtelijk maken in de vorm van een maatschappelijke business case. En dat doen we op dezelfde manier zoals dat ook de afgelopen jaren door de coöperatie zelfzorg ondersteund is gedaan. De tweede activiteit in het open programma, dat is de ICT. Daar gaat ongeveer 12% van het budget naartoe. Dus we zijn geen ICT-programma, we zijn vooral een implementatieprogramma. Maar we zorgen wel dat de noodzakelijke veranderingen in ICT, dat die ook daadwerkelijk er komen. Dat doen we door middel van het formuleren van basiseisen. Die zijn inmiddels klaar. Die staan ook al op de website, zijn daar te bekijken. De tweede activiteit is dat we zorgen dat de leveranciers, dat we zorgen dat de gebruikers van de eerste lijns ICT-systemen, dus dat zijn vooral huisartsen, dat die gebundeld worden in een nieuwe stichting, de Stichting Legio. En dat die eigenlijk als gezamenlijke opdrachtgever richting de leveranciers gaan optreden, maar ook als acceptant. Dus als de leveranciers hun spullen hebben opgeleverd, dat we dan vanuit die stichting ook kijken, is dat inderdaad wat we bedoelen en zitten daar de functies in die we nodig hebben. En vanuit die stichting worden dan ook overeenkomsten met de leveranciers gesloten. We hebben afgelopen februari een eerste grote bijeenkomst rond dit thema gehad met leveranciers. En in maart en april zijn er vervolgsessies met leveranciers en gebruikers gepland. Dus we zijn daar al
flink aan de slag. Waarom staat daar nou een plaatje van de Staatscourant bij? Dat is omdat deze regeling formeel in april waarschijnlijk in de Staatscourant wordt gepubliceerd. En dan kan de subsidie op een gegeven moment ook daadwerkelijk worden aangevraagd en gaan stromen. Dan de derde activiteit, daar heb ik al het een en ander over verteld. Dat zijn de regionale coalities. Ik zei al, maatwerk met voldoende schaalgrootte. 15% van het budget van Open gaat daarin. Ook dit is een regeling die ergens in het voorjaar in de Staatscourant wordt gepubliceerd. En vanaf dat moment kan de subsidie worden aangevraagd. In dat bedrag zit een budget waardoor alle regio's in staat zijn om een regionale projectleider aan te stellen. En dat is iemand die jullie zelf mogen uitkiezen en die waarschijnlijk ook al bij jullie in de regio bekend is, hoe aan het werk is. We hebben een verplichte basismodule en een aantal keuzesmodules. En daar zal ik nu nog even iets over uitleggen. De basismodule die zorgt ervoor dat de gegevens conform de met mij standaarden en in overeenstemming met het met mij afsprakenstelsel beschikbaar komt voor patiënten. Een logische vervolgmodule, denken wij, is het stimuleren van gebruik. Want we weten als je de mogelijkheid creëert dat dat niet genoeg is, dat je daarna ook iets moet doen om ervoor te zorgen dat mensen daar ook daadwerkelijk gebruik van maken en dat het ook daadwerkelijk wordt ingebed in het zorgproces van de eerste lijn. Dan zijn er nog vier keuzemodules, waarvan je er dan naast de basismodule nog één of twee kunt kiezen. Er is een module die ervoor zorgt dat je de informatieuitwisseling richting de patiënt ook multidisciplinair kunt inrichten. Bijvoorbeeld als je zegt, nou, als we nu toch vanuit de huisartspraktijk bezig zijn, waarom doen we het dan niet meteen samen met de apotheek of met de wijkverpleging of met de fysiotherapeut? Module 4 gaat erover dat je het mogelijk wil maken om gegevens vanuit de patiënt, bijvoorbeeld zelfmeetgegevens, om die weer op een goede manier terug te krijgen in het HIS. Op dit moment is dat nog vrij ingewikkeld. In module 5 is er een samenwerking samen met mij en leveranciers van PGO's om te kijken of je in een regio, wat er gebeurt als je in een regio ervaring op gaat doen met die persoonlijke gezondheidsomgeving. En module 6 is een innovatievoucher, omdat het best ingewikkeld is om nu al helemaal vast te stellen wat er in de regio's allemaal gebeurt. En we dus ook wat vrijheid willen geven voor goede plannen om die een kans te geven. Dit is over de modules. En dan hebben we nog de vierde stroom. Daar zit bijna 2/3 van het overbudget, dus het overgrote deel. En dat gaat over wat er in de spreekkamer gebeurt. Het gesprek tussen een huisarts en zijn patiënt. En wat betekent het nou om wat meer regie te krijgen als patiënt? Wat betekent dat nou voor mij als huisarts of als praktijkondersteuner of als praktijkassistent? En heel belangrijk vinden wij dat we eigenlijk ook willen laten zien met het open programma dat dat kan helpen om je werk als huisarts en in een huisartspraktijk leuker te maken, makkelijker te maken, aantrekkelijker te maken, zodat het leidt tot meer werkplezier. Als we dat voor elkaar krijgen met het open programma, dat we het werkplezier van de mensen in de eerste lijn kunnen verbeteren, dan denk ik dat we het goed gedaan hebben. Dus daar gaan we voor, daar proberen we ons best voor te doen. Deze mensen, en dus enthousiaste huisartsen en patiënten, dat zijn natuurlijk ook de ambassadeurs van het open programma. Nog even kort samengevat, waar staan we nu precies met open? Nou, ik zei net al, de eerste stroom het programmabureau. Daar zijn we op 1 januari mee begonnen. Stroom 2, de afspraken met de ICT-leveranciers en gebruikers. Daar zijn we ook al sinds februari flink mee aan de slag. Nou, we praten nu vooral met mensen van de regio's. Dat zijn jullie. We hebben vanaf vandaag eigenlijk de mogelijkheid om je als regio aan te melden. Daar staat een formulier voor op onze website. Ergens in het voorjaar wordt het mogelijk om de subsidie aan te vragen, maar we willen eigenlijk ervoor zorgen dat de regio's die al snel aan de slag willen, dat die ook dan direct na het publiceren van de regeling in de Staatscourant hun aanvraag de deur uit kunnen doen. VWS heeft dan ongeveer 13 weken nodig om die aanvraag te beoordelen. Dat zou betekenen dat dan in de zomer van dit jaar de eerste regio's van start kunnen gaan. We denken dat dan vrij snel daarna, zo tegen het eind van het jaar, de eerste praktijken ook daadwerkelijk aan de slag kunnen en dat de financiering
vanuit die praktijken, voor die praktijken, dat die waarschijnlijk via de zorgverzekeraars gaat lopen, dat die dan ook van start kan gaan. Dan ben ik nu aan het eind van deze presentatie. Er staat heel veel informatie op onze website, dus kijk daar regelmatig. We publiceren daar ook regelmatig nieuwe informatie en nieuwe documenten. En dan gaan we nu over, samen met Mariette, tot het beantwoorden van jullie vragen. Een vraag die we ook nog wel krijgen, van, moet ik met terugwerkende kracht al mijn gegevens gaan opschonen? Nou, de E- en P-regel, die is pas vanaf het moment dat je online inzage geeft. Ja. Dus daar heb je geen historie? Nee, daar heb je geen historie bij. Okay. Dank je. Nee. Was er nog een vraag? Voor... Een vraag van Suzanne. Hoe zijn de regio's gedefinieerd? Nou, die vraag ga ik aan jou stellen. Ja, daar zal ik iets over vertellen. We hebben daar een paar criteria voor. Als je precies het naadje van de kous wil weten, dan hebben we daar een document voor. Wat as we speak volgens mij op de website gezet gaat worden, of misschien inmiddels al gezet is. Maar heel globaal komt het erop neer dat we in ieder geval een regio die definieert zichzelf eigenlijk. Hè? Je bepaalt zelf met wie je de regio wil voeren. De inclusiecriteria die we hebben is dat er in ieder geval organisaties van deel uitmaken die huisartsenzorg verlenen aan op naam ingeschreven patiënten. Dus dat kan zijn een gezondheidscentrum, of dat kan zijn een zorggroep. We hebben inderdaad het criterium van de omvang, waarbij we zeggen, nou, het liefst minimaal 100.000 patiënten. Nou, we hebben al met een aantal regio's gesproken en we hebben ook al met flink wat grotere regio's contact gehad. Dus we denken dat die 100.000 absoluut een haalbare omvang moet zijn. Mm-hmm. Je kunt kiezen om als... dus we vinden het belangrijk dat de huisartsenorganisaties in de lead zijn. En we stellen ook de eis dat een van de deelnemers aan die regionale samenwerking, dat die zich opwerpt als penvoerder. En dat moet ook een huisartsenorganisatie zijn. En daarnaast kun je je laten bijstaan door andere organisaties in jouw regio. En dat kunnen RSO's zijn, of Rossen, of huisartsenposten. Waarvan jij zelf het gevoel hebt van, nou, die heb ik nodig. Of die zijn handig om bij open te betrekken. Nou, nog een vraag van de heer of mevrouw Mekkelveld. Ja. Mijn gezondheid.net heeft toch online inzage? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat is denk ik ook het voorbeeld, hè, dat Pharma Partners daar al flink mee gevorderd is. Maar ook de inzage in mijngezondheid.net is nog niet helemaal 100% volgens de eisen zoals die in de richtlijn beschreven staan. Dus ook Pharma Partners zal nog een aantal dingen moeten aanpassen. Maar zij zijn inderdaad wel een partij die al flink gevorderd is. Dat klopt. Ondertussen wordt er weer druk getypt. Hoeveel tijd kost de implementatie van module 1 die verplicht is? Kan daar indicatie voor worden gegeven? Dat is een goede vraag. Op zich is het belangrijkste wat in module 1 moet gebeuren, namelijk het in gebruik nemen van de ICT-aanpassingen die door de leverancier worden opgeleverd. Dat is eigenlijk niet zo'n heel ingewikkeld stukje. Wat er verder nog in module 1 zit, is vooral het maken van een impactanalyse en een implementatieplan. Hè, van wat gaat open nou voor de regio verder nog betekenen. Maar we denken dat je op zich met, nou laten we eens pakken beet, 3 maanden, een half jaar, dat je met die module 1 een heel net zou moeten kunnen komen. Maar dat is wel een beetje... een inschatting die we natuurlijk in de praktijk moeten zien te bewijzen. En dus dat moet blijken. En het hangt natuurlijk ook vanaf in hoeverre de leveranciers, hoe snel die in staat zijn om de gewenste wijzigingen op te leveren. Of dat in één keer gaat of in fases gaat. Maar we hebben nu een beetje het idee dat de totale tijd dat je als regio bezig bent met het open programma. We denken dat je in een jaar, dus met de basismodule en de twee keuzemodule, dat je in een jaar heel eind kunt komen. En we denken ook dat we die 4 jaar van het open programma ook nodig hebben, omdat niet alle regio's natuurlijk tegelijk zullen beginnen. Dus
dat we ook nog wat tijd nodig hebben voor de regio's die wat later beginnen. Maar we gaan nu even uit van een jaar. Maar het kan ook best anderhalf jaar zijn. Misschien kan het wel sneller. Dat moet een beetje blijken. Ja. Nou, er komt nog een vraag. Moet je online inzage en de e-consultant e-afspraken, et cetera, implementeren? Een vraag van Iris. Ja. Wil jij er iets over zeggen? Nou, ik wil er wel wat over zeggen. Wat we weten is dat een online inzage eigenlijk vooral wordt gebruikt wanneer mensen er ook nut van ervaren. Alleen online inzage zal voor heel veel mensen opleveren dat ze 1-2 keer kijken, misschien. Maar pas wanneer ze ook echt wat mee kunnen, krijg je een veel betere implementatie. Vandaar dat deze online diensten daarbij horen. Ja, zoals wij het eigenlijk in de basiseisen geformuleerd hebben. Hebben we drie ontwikkelvragen geformuleerd. En de eerste ontwikkelvraag is, nou, zorg dat die gegevens er komen volgens de richtlijn. En de tweede ontwikkelvraag is, zorg dat die gegevens, die inzagemogelijkheid, dat die geïntegreerd kan worden met de andere online diensten. Zoals de e-consult, de e-afspraak en het e-recept. En de derde ontwikkelvraag is, zorg dat de gegevens vanuit de patiënt weer terug, bijvoorbeeld zelfmeetgegevens weer terug kunnen in het HIS. Dus daar zal een zekere volgorde in tijd in zitten, maar uiteindelijk denken we dat je die drie dingen nodig hebt om een goed gebruik te creëren. Ja. En nog een vraag van Jos Bouts. Zorggroep is toch een regio? Wat is dan de relatie tussen regio en huisartspraktijk in de uitvoering en realisatie van een oogprogramma? Een zorggroep zit inderdaad over het algemeen in een regio en een zorggroep kan dus ook een penvoerder zijn om een open module aan te gaan vragen. Dus een regiocoalitie te zijn. Ja. Maar het kan ook zijn dat de zorggroep zegt, nou, ik wil het samen met een RSO of met een ROS of misschien nog wel met een andere zorggroep samen. Ja, of meerdere zorggroepen. Ja. Dus je kan ook zeggen, als enkele zorggroepen die op zichzelf niet zo groot zijn, die kunnen samen een grotere regio vormen. Ik denk dat de vraag ook gaat van, hoe zit nou precies het verband tussen de financiering van de regio en de financiering van de huisartspraktijk? Tenminste, dat zou ik naar huidige vraag over kunnen gaan. Daar zit inderdaad een verband tussen, want een regio die heeft alleen maar bestaansrecht als die kan aantonen dat er voldoende huisartspraktijken zijn aangetoond. Dus een regio moet een lijst kunnen overleggen van dit zijn de huisartspraktijken waarvoor ik de regionale diensten ga uitvoeren. Nou, als zorggroep heb je dat soort samenwerking natuurlijk al met huisartsen. Maar omgekeerd is het omgekeerde geldt ook. Dus een huisarts die in dus waarschijnlijk via de zorgverzekeraar een aanspraak wil doen op een tijdelijke ophoging van het abonnementstarief, omdat hij met open meedoet. Die huisarts moet kunnen aantonen dat hij bij een regionale coalitie is aangesloten. Dus die moet ook kunnen laten zien, ik sta bij die regio op de lijst. Dus dat is eigenlijk het verband tussen de twee dingen. Ja. En nog een vraag. Is er ingewikkelde verantwoording van de subsidie à la ZonMW? Ja, nou, laten we zeggen, er is voor de regio's moeten de subsidies aanvragen bij VWS, die moeten ze verantwoorden. En toen wij afgelopen zomer geconfronteerd werden met de vraag, wat moet je doen voor 75 miljoen, toen bleek dat best veel te zijn. Dus ja, een subsidie aanvragen, daar zit altijd nodig administratie bij. Aan de andere kant willen wij wel proberen om jullie daar zo goed mogelijk bij te helpen. Dus wat we nu aan het inrichten zijn, is het aanmeldproces voor regio's bij Open. Daar is Adrie aan het rot, is daar nu heel hard mee aan het werk, een van de Open medewerkers. En eigenlijk willen we het zo doen dat de gegevens die je daarvoor invult, dat we die ook één op één, zeg maar, kunnen kopiëren in het aanvraagformulier voor VWS. Zodat je daar weinig extra werk aan hebt. En ook de gegevens die je in de loop van het programma aan ons aanlevert om de voortgang te kunnen laten zien, dat we die zo goed mogelijk kunnen gebruiken om straks ook de eindverantwoording bij VWS zo makkelijk mogelijk in te laten dienen. En daar waar we loggegevens en allerlei zaken die we automatisch uit systemen kunnen halen, zullen we dat vooral ook proberen en niet nalaten.
Dus ja, subsidie aanvragen, dat is altijd een ingewikkeld proces. Maar we proberen dat zo soepel mogelijk te laten verlopen. Met zo min mogelijk paarse krokodillen. Ja. Nog een vraag. Mag projectleiding uit eigen gelederen, zorggroep of ROS, of wordt er iemand van buitenaf beschikbaar gesteld in buiten budget? We gaan ervan uit dat dat mensen zijn die jullie al kennen en die ook al voor jullie aan het werk zijn. Dus we gaan nadrukkelijk niet vanuit Utrecht 100 mensen aanstellen en het land insturen. We stellen budget beschikbaar en we gaan ervan uit dat misschien heeft een zorggroep al lang een stafmedewerker, e-health, of werkt er al iemand bij de RSO, bij de ROS, die dat kan doen in opdracht van de penvoerder. Dus de penvoerder verlengt dan de opdracht aan iemand die al in de regio werkzaam is. En de penvoerder, dat is een organisatie van huisartsen? Ja, klopt. Nog een vraag. Hoe wordt open richting burgers patiënten geïmplementeerd? Ja, een vraag van René van Riel. Dat is een goede vraag. Ik denk, wat we gaan doen vanuit open is dat we communicatiemateriaal gaan ontwikkelen wat de regio's kunnen gebruiken en de huisartsenpraktijken kunnen gebruiken om hun patiënten te informeren. Dat doen we in samenwerking met VAROS. VAROS helpt ons daarbij, kijkt met ons mee, omdat we het heel belangrijk vinden dat iedereen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik kan maken. Dus ook mensen met lage gezondheidsvaardigheden, ook mensen die laag geletterd zijn, willen proberen om het zo gebruikelijk, zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Nou, ik liet in de presentatie ook een plaatje zien van de VIP-familie. Het zou zomaar kunnen dat er op een gegeven moment een soort landelijke campagne komt rondom met mij, rondom alle mogelijkheden van digitale uitwisseling van gegevens in de zorg. Je hoort misschien af en toe, heb je wel al wat gehoord over het thema patiëntgeheim, hè? Want op het moment, heel veel medische data die zijn nu beschermd door het beroepsgeheim. Maar als die in toenemende mate ook in allerlei digitale systemen van patiënten terechtkomen, moet er dan ook niet zoiets komen als het patiëntgeheim. Dus het zou zomaar kunnen dat daar een landelijke campagne voor komt, al dan niet geïnitieerd vanuit de overheid, waar open op enige wijze bij aan gaat sluiten. Daar zijn nu nog geen concrete plannen voor. De concrete plannen die wij hebben is dat we in ieder geval dus communicatiemateriaal, voorlichtingsmateriaal voor patiënten willen maken. En in een aantal modules willen we ook ruimte creëren om een soort regionale gebruikersgroepen te organiseren van patiënten en huisartsen. Omdat we weten dat het gebruik van dit soort, nou, van e-health of van nieuwe digitale mogelijkheden, dat het gebruik enorm wordt gestimuleerd en als je daar van begin af aan patiënten bij betrekt. Ja. Nou, nog een vraag. Wat wordt er van de individuele huisartsenpraktijk verwacht? Aan welke indicatoren moeten zij voldoen? Ja, een vraag van A. de Ruiter. Ik denk dat, nou, er zijn een paar dingen die makkelijk te controleren zijn. Wat ik net al zei, een individuele huisartsenpraktijk moet laten zien dat ze zich hebben aangesloten bij een regio. We denken dat er ook wel iets van een controle zou komen op, we gaan scholing, deskundigheidsbevordering organiseren. Ik denk dat we op enige wijze dat je ook wel moet kunnen laten zien dat je daaraan hebt meegedaan. Op het moment dat de mogelijkheid in jouw praktijk bestaat dat patiënten hun gegevens digitaal kunnen opvragen, dan gaan we dat zo inrichten. Hebben we ook aan de leveranciers al gevraagd om het zo in te richten dat daar ook altijd een testaccount mogelijkheid is, zodat we ook steekproefsgewijs op een andere manier kunnen controleren dat het ook inderdaad werkt. En dat zijn denk ik een beetje de belangrijkste verplichtingen die aan die financiering voor de huisartspraktijk vastzitten. En daarnaast is het natuurlijk vooral een inspanningsverplichting. Hè? Dus we willen graag huisartsen. En we realiseren ons dat het meedoen aan open voor huisartsen tijd en energie kost. Daar is ook een stukje tegemoetkoming voor, maar we verwachten dan ook wel dat die tijd en energie erin gestoken wordt. Maar dat kunnen we natuurlijk niet echt controleren als een resultaatsverplichting, maar dat zien we wel vooral als een inspanningsverplichting. Ja.
Maar op regiocoalitieniveau wil je wel zien dat het gebruik toeneemt. Ja, ja, dus we willen natuurlijk wel die landkaart van Nederland, die willen we langzamerhand steeds meer kleur zien krijgen. Hè? Dus dat er meer regio's ingekleurd worden. En we willen ook uiteindelijk de gebruikscijfers zien stijgen. Waarbij we als het open programma de ambitie hebben dat we aan het eind van die 4 jaar, dus eind 2022, op enige wijze kunnen laten zien dat 40% van de inwoners van Nederland gebruik heeft gemaakt van enige vorm van digitale informatieuitwisseling met de huisarts. Dat is een ambitieus getal, dat weten we. Maar we denken dat het wel haalbaar is, want we kennen nu al huisartspraktijken op regio's waar dat percentage al gehaald is. We doen ons best om jullie daar zo goed mogelijk bij te helpen. Maar we hebben dat vooral als een ambitie geformuleerd. Nou, er komt nog een vraag van Simpson. Is het de bedoeling dat de online inzage altijd via een PGO verloopt? Nee, dat is niet de bedoeling. Wat open gaat regelen is dat patiënten die het via een PGO willen, dat kan. Dus het moet wel mogelijk zijn om de data in een PGO te gebruiken, maar het is niet verplicht. En dus op het moment dat jij in jouw regio bijvoorbeeld een patiëntenportaal hebt, wat tot tevredenheid van de verschillende gebruikers wordt gebruikt, dan is er geen reden om daarmee te stoppen. En hopelijk zou je daar ook niet toe verplichten. Het kunnen ook meerdere verschillende patiëntenportalen zijn. Ja. Toch, het hoeft niet per se in één regio gekozen te worden voor één manier waarop de online inzage geregeld is. Nee. Maar goed, we horen natuurlijk wel vanuit patiënten, en zeker vanuit patiënten met meerdere aandoeningen, dat het zogenaamde mijnenveld, mijn ziekenhuis, mijn apotheek, mijn huisarts, dat op een gegeven moment niet als erg gebruiksvriendelijk wordt ervaren. Dus die patiënten die zullen waarschijnlijk voordeel zien bij een PGO. Maar iemand die alleen maar één keer in de 3 jaar een keer bij de huisarts komt, die zal waarschijnlijk prima bediend kunnen worden met een portaal op de website van de huisartspraktijk. Ja. En René van Wiel die stelt nog een hele goede vraag. Wie kiest een PGO, de regiocoalitie of de burgerpatiënt? Dit is echt een heel duidelijk ding. De burger kiest zijn PGO. Dat is het uitgangspunt van Met Mij. Met Mij gaat uit vanuit de burger. Open is het project vanuit de huisartsen om dat voor elkaar te krijgen. Dus de burger kiest uiteindelijk zijn PGO. Maar, dat is de theorie. En de praktijk zal zijn dat de burger daar waarschijnlijk af en toe met vragende ogen naar de huisarts zal kijken. Ja. En wij verwachten dat in de praktijk regio's die met 1 of 2 of misschien 3 PGO-leveranciers ervaring gaan opdoen, dat patiënten in die regio, wanneer die bij hun huisarts komen en vragen, ik hoor nu dat er PGO's zijn, hebt u daar ervaring mee, dokter? En welke zou u mij adviseren? Dat een advies van de eigen huisarts, dat zwaarwegend zal zijn. Dus wij denken, en dat is ook wat met mij is daarin met ons eens, dus ook met mij zal in een aantal regio's meekijken en meehelpen met het opdoen van ervaring met een beperkt aantal PGO-leveranciers. Dus we verwachten dat je daar als regio toch best wel invloed op hebt om te kijken welke PGO's in eerste instantie door patiënten gekozen gaan worden. Ja. Nou, dan is er nog een vraag van Wieteke van der Zanden. Wat voor ophoging op het tarief van de zorgverzekeraar spreken we dan? S3 geldt. Welke prestatiecodes en geldt dit voor alle zorgverzekeraars? Ja, dit is een vraag voor de financiële fijnproevers. Wij zijn, die onderhandelingen die worden op dit moment nog gevoerd. Dus de eerste stap die we nu binnenkort gaan zetten is dat er een akkoord is van alle partijen in het eerste lijns bestuurlijk overleg. Dat het inderdaad een regeling voor de praktijken gaat worden die via de zorgverzekeraars gaat lopen. En daarna gaan we met ZN en misschien ook wel met de NZA in gesprek over hoe komt die regeling dan precies uit te zien. Vanuit Open en vanuit de koepels zetten we in ieder geval in op een landelijke uniforme regeling
waarbij we niet willen dat, huisartsenpraktijken weer afzonderlijk met hun zorgverzekeraar moeten gaan onderhandelen daarover. Dus we proberen dat, en dat zou een S1-regeling kunnen zijn of een S3-regeling. Maar als het een S3-regeling wordt, dan wordt het in ieder geval een landelijk uniforme regeling. En dus dat is waar we op inzetten. Mooi. Nog een vraag van Iris. ZN zegt dat de zorgverzekeraar moet poetsen, maar wat houdt dat in? Ja, ook dat is een goede vraag. En dat sluit een beetje aan op wat ik net zei. Hè, zorgverzekeraars gaan dus waarschijnlijk controleren, of misschien gaan wij die gegevens wel eens aanleveren, of een individuele praktijk is aangesloten bij een regio, en ja, welke dan? En niet toevallig bij twee, want dat kan niet. Je moet je bij één regio aansluiten. Ik denk dat we ook de gegevens gaan doorgeven van in deze regio is inmiddels heeft de leverancier zijn gegevens, zijn werk gedaan, en dan kunnen de gegevens nu digitaal worden uitgewisseld, dat soort gegevens. Dat is denk ik waar ook de zorgverzekeraar zijn beslissing om de extra vergoeding uit te keren op gaat baseren. Mm-hmm. Een vraag van Michel Klein. Worden de scholingen voor huisartsen gefaciliteerd vanuit Open, of regelt de regio dat zelf? Het organiseren van de scholing, dus het huren van het zaaltje, zou ik maar zeggen, dat is iets wat de regio zelf doet. Wij zorgen voor het materiaal. Mm-hmm. We zijn inmiddels in gesprek met de LAV-academie, met de afdeling scholing van het Nederlands Huisartsgenootschap en met VAROS, want die gaan daar ons ook bij helpen. We gaan eruit dat het een gecombineerde vorm van leren wordt. Dus waarschijnlijk een stukje online en een stukje in een zaaltje fysiek in de regio. En het materiaal leveren we aan, in ieder geval het basismateriaal. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat regio's daar nog een stukje regionale kleuring aan willen geven. Dat kan natuurlijk. Mm-hmm. Maar wij leveren de spullen. En de regio's moeten zorgen dat het ook dat het gebeurt. Ja. Nog een vraag van Jos Bouts. Is er een relatie tussen open organisatie en VZ LSP-promotie? Het antwoord daarop is nee. Open is een programma wat in opdracht van de drie grote huisartsenkoepels huisartsen wil helpen om aan hun kant zaken op orde te krijgen. Voor de nieuwe wet. En dat heeft onder andere te maken met de wettelijke verplichting die per 1 juli 2020 van kracht wordt. Op welke wijze, dat sluit ook een beetje aan op de vragen die net werden gesteld, op welke wijze die gegevens vervolgens aan de kant van de patiënt gebruikt gaan worden, en of daarbij een verbinding wordt gebruikt die via het LSP loopt, of dat er een verbinding wordt gebruikt die via een ander, op een andere manier de verbinding legt tussen de huisarts en de patiënt. Dat is ons om het even, als het maar veilig gebeurt en volgens de richtlijnen die daarvoor zijn. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor het met mijn afspraakstelsel, hè, want dat is eigenlijk dan een beetje de basis waar die richtlijnen over gaan. Met mijn afsprakenstelsel zegt ook, het moet op een veilige manier gebeuren. En een van de manieren waarop het kan is via het LSP, maar er zijn er meer. En een vraag van Journey Hagermans. Aantal van 50 plus mogelijke PGO-aanbieders schrikt individuele huisartsenpraktijken erg af. Wat is de verwachting rondom de complexiteit van implementatie in de regio? Bijvoorbeeld aantal koppelingen in het HIS. Goeie vraag. Wil jij er iets over zeggen? Ja, zo net zei ik al, hè, dat een PGO in principe wordt gekozen door een burger. Het kan wel zijn dat je als regio je wat meer bezighoudt met één bepaald PGO. We hebben in de basiseisen zijn we bezig om te zorgen dat de hissen, alle hissen, het kunnen ontkoppelen naar de PGO's die een met mijn label hebben verkregen. Op dit moment zijn dat er nog geen, maar er zitten een aantal in de pijplijn die gaan komen. Ik weet het niet of het echt wel 50 plus, er zijn 50 plus aanmeldingen, er zijn veel aanmeldingen van mogelijke PGO's. Uiteindelijk wordt natuurlijk de informatie ontsloten naar de PGO's die ook daadwerkelijk het met mijn label hebben verkregen.
Is daar nog iets aan toegevoegd? Ja, ik denk inderdaad dat de zorg, die horen we meer. En ik denk ook reëel, hè, want het zijn toch de data die je tot nog toe op een veilige manier in je eigen systeem hebt zitten, die nu richting een PGO gaan, waarvan je niet zo goed weet wat er mee gaat gebeuren. Ik denk inderdaad, er zijn een paar dingen. Je hoeft niet als HIS met 50 verschillende PGO's te koppelen. Jouw HIS-leverancier moet kunnen koppelen met het Met Mij netwerk door deelnemer te worden in het Met Mij afspraakstelsel. En dan kan die in principe, is dat een uniforme koppeling met alle leveranciers die aan de patiëntkant toetreden tot het Met Mij afspraakstelsel. Dat zullen we in het begin, de geluiden die worden is dat er nu 4 bijna klaar zijn met die aanmelding. Er zullen er vast nog een paar meer komen, maar ik verwacht er niet dat er binnen een jaar tijd opeens tientallen zullen zijn. En ik denk wat ook nog wel belangrijk is om te weten, is dat er ook een grote rol wordt toegedicht aan zogenaamde system integrators. Hè, dus dat zijn organisaties die bijvoorbeeld voor verschillende HIS'en in een regio die koppeling met mij kunnen verzorgen, zodat niet alle HIS-leveranciers dat individueel hoeven te doen. Dus daar zit ook een stukje gemak en schaalgrootte wat dan door dat soort organisaties kan worden geleverd. Maar het is inderdaad het is toch een onbekende en nieuwe ontwikkeling. En daarom denk ik ook dat het heel goed is als er een paar regio's zouden ontstaan die daar gecontroleerd ervaring mee willen opdoen, zodat andere regio's daarvan kunnen leren. Dus ik hoop dat ook gaat gebeuren het komende jaar. Ja. Nou, dan is er nog een vraag van Iris. Wanneer kun je deelnemen aan module 2? Ja, ik krijg overigens nog even een regieopmerking. Namelijk, we hebben nog 8 minuten en dan gaan we stoppen. Ik zie dat er nog 63 chats openstaan. En misschien goed om even te vermelden dat we alle vragen die zijn binnengekomen en die nog niet zijn beantwoord, dat we die alsnog gaan beantwoorden via de mail. Dus dat ook de onbeantwoorde vragen uiteindelijk nog een antwoord krijgen de komende dagen. Maar we gaan nu in ieder geval nog een paar vragen beantwoorden. En de laatste vraag Dit was de vraag van Iris. Ja. Wanneer kan je deelnemen aan module 2? Ja, oké. Dat kan eigenlijk zodra je in module 1 al een zeker aantal gebruikers hebt, waar de mogelijkheid, dus een aantal huisartspraktijken hebt, waar de mogelijkheid tot online inzage bestaat. Dus module 2 en module 1 die mogen elkaar overlappen. Het is niet zo dat je module 1 eerst helemaal afgemaakt moet hebben voordat je met module 2 mag beginnen. Maar het is natuurlijk niet zo zinvol om heel hard te gaan werken aan het stimuleren van gebruik als de mogelijkheid nog nergens bestaat. Dus we zeggen, je moet op zijn minst in jouw regio ook een aantal praktijken hebben waar het kan. En dan kun je met de patiënten aan de slag om ervoor te zorgen dat ze het gaan gebruiken. Ja. Nog een vraag van René van Riel. Hoe gaan patiënten toestemming geven tot onderdelen van het dossier? Ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk. Daar is ook een programma voor, gespecificeerde toestemming, maar dat gaat waarschijnlijk ook nog wel even duren voordat dat allemaal goed geregeld is. Maar die gaat in principe niet over open, want over open gaat over inzage vanuit de patiënt in zijn eigen dossier. Daar hoeft een patiënt geen toestemming voor te geven. Het is vooral een vraag. Hè? Dus een patiënt die vraagt toestemming, die vraagt aan de praktijk om inzage. Dat is eigenlijk een eigen verzoek. Ja. En waarbij je dan als huisarts natuurlijk wel moet verifiëren dat een verzoek is wat ook inderdaad van die patiënt komt. Als dat online gebeurt, bijvoorbeeld vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving, dan zijn daar middelen voor op het gebied van authenticatie en identificatie, die nu de komende tijd ook naar een hoger beveiligingsniveau getild gaan worden. Daar heeft de minister van Binnenlandse Zaken eind januari nog een brief over doen rondgaan. Maar ook daar, er zijn heel veel van dit soort zaken die gaandeweg nog geregeld moeten worden. Maar ik denk dat je er ook in de praktijk mee moet beginnen om erachter te komen wat daarvoor nodig is. Ja, we hebben één onderdeel wat wel gaat over toestemming geven vanuit de patiënt. Dat is
dat een patiënt, dat we graag zouden willen dat een patiënt toestemming kan geven, dat zijn mantelzorger inzage zou kunnen krijgen. En verder gaat dit programma gaat ook weer echt over de inzage vanuit de patiënt in het huisartsendossier. Dus gaat het niet over dat gegevens vanuit het huisartsendossier doorgaan naar andere zorgverleners. Ja, klopt. Een vraag van meneer en mevrouw Mikkelenveld. Een testaccount voor meelezen of praktijk open hebben geïmplementeerd. Dat klinkt als Big Brother. Daar zullen huisartsen niet blij van worden, toch? Ik weet niet of je het op die manier moet opvatten als een testaccount. Ik denk dat het naar aanleiding was van wat jij hebt genoemd. Van hoe zorgverzekeraars het zouden kunnen controleren. Ja. Ja, ik denk niet dat de bedoeling is dat zorgverzekeraars dat gaan controleren. Wat we meer bedoelen, ik ben zelf ook huisarts geweest. In mijn tijd als huisarts had ik een familietest in mijn praktijk wonen. Die ik gebruikte als ik een nieuwe toepassing van mijn HISTIS wilde uitproberen. Of een nieuwe template voor een verwijsbrief. En dat was vooral omdat je dat soort dingen natuurlijk niet wil doen in een live situatie met echte patiëntengegevens. Dus het gaat vooral ook, het is een manier die bijvoorbeeld ook door NetHIS wordt gebruikt. Hè? Als je nieuwe mogelijkheden van NetHIS wil uittesten, dan heb je daar een soort testpatiënt dossier voor. Dus geen echte mensen, maar iemand met wie je echte mensen zo goed mogelijk kunt nabootsen. Ik heb inmiddels begrepen dat er ook daarvoor test-BSN-nummers beschikbaar zijn en zo. Dus het is vooral bedoeld om de werking van een bepaald systeem te kunnen controleren, zonder dat je daarvoor toegang hoeft te hebben tot echte patiënten. Ja. Dan nog een vraag van Erwin Talboom. System Integrator Platform, wie betaalt dit? En dat is de laatste vraag. Ik zie je. Ja. Nou, in principe als dat dus datgene wat de system integrator zou moeten doen om te voldoen aan de open eisen, dan wordt dat betaald vanuit de open subsidie. Dus we gaan, een system integrator zal dat dan samen met een HIS-leverancier aanvragen. Dus, zoals het dan in de open subsidie gaat, dat betekent dan dat als de gezamenlijke ICT-gebruikers vinden dat die functie nuttig is in het kader van open en dat het beste door een system integrator kan worden uitgevoerd, dan verlenen de gezamenlijke gebruikers de opdracht aan die leverancier en die krijgt daar dan voor betaald. En vervolgens controleren of datgene wat hij heeft opgeleverd, of dat daadwerkelijk datgene is wat de bedoeling is. Ik kan nog even één ding zeggen. Als een system integrator dingen doet die nodig zijn voor met mij, dan is er vanuit de met mij regelingen ook financiering voor. Maar dat valt buiten het bestek van het open programma. Maar misschien, ik weet het niet zeker, maar misschien komt de vraag voort uit dat een zorgcoalitie misschien het idee heeft om zelf een system integrator te vragen de inzage voor elkaar te maken. En is dan de vraag of zo'n zorgcoalitie, zo'n regiocoalitie dat dan zelf gaan financieren, komt dat uit deze regiomodules of niet? Ja, dat zou kunnen. Wat we nu in eerste instantie proberen is om te kijken of we landelijk gezien die dingen kunnen definiëren en organiseren en vervolgens ook financieren die nodig zijn om dit voor heel Nederland mogelijk te maken. Het kan zijn dat we gaandeweg erachter komen dat er voor bepaalde regio's specifieke dingen gedaan moeten worden. Maar in eerste instantie gaan we er even vanuit dat we het vooral zoveel mogelijk landelijk proberen te organiseren. Oké. Nou, daarmee zijn we zo'n beetje aan het eind van de vragensessie. Mm-hmm. Er zijn vast nog veel meer vragen. Nogmaals, kijk op onze website www.open-eerstelijn. eerstelijn.nl en daar zullen we ook daar staan ook een groot aantal veelgestelde vragen en vooral de antwoorden daarop en de vragen en antwoorden die we uit deze sessie hebben gehaald, die zullen we daar natuurlijk bij zetten. Er is de mogelijkheid om je daar aan te melden, allerlei documenten, ook documenten die we nog in consultatie hebben, waar we graag jullie mening over horen, die
publiceren we daar. En nou, ik verwacht dat we de komende tijd nog wel vaker dit soort webinars zullen organiseren. En we hebben inmiddels ook wat eerste afspraken gemaakt voor om in de regio's op bezoek te gaan. Met name regio's die snel van start willen. Daar komen we ook graag langs. Dat doen we ook samen met Anneke Vas. Dat is degene die bij ons de regio-coördinatie gaat doen. Dus nou, we hopen een aantal van jullie binnenkort te ontmoeten. Hartelijk dank voor jullie belangstelling en aandacht. En tot de volgende gelegenheid.